Nu de rust een beetje is teruggekeerd in Poelenburg, lijkt het ook bekend te zijn wie zijn schuld het was dat het vorige week allemaal zo misging. U raadt het al. Juist, het was allemaal onze schuld. Hoe is het hier nu in de wijk? Het was vorige week heel onrustig. Wat is er veranderd? Ja, jij bent er nu gekomen. Het is nu onrustig, man. Oh, ik ben er, dus het wordt direct onrustig. Tuurlijk. Je hebt het allemaal verpest, broer. Ik heb het hier verpest. Ja, jij. Dus alle onrust die heerste was op mijn schuld. Ja. Tuurlijk. Wat een eer dat ik dat op mezelf mag toeschrijven. Jongen. Je kunt toch gewoon zelf voor ons weglopen? Ik loop niet achter jou aan. Ik loop niet van jou weg. Nee, maar je loopt de hele tijd naar me toe. Een echte straatterrorist blijft hier, ook al heb je een samenscholingsverbod. Echte terrorist blijft toch hier? Ik noem mezelf dan ook een straatterrorist, oké? Kanker gewoon op, man. Kanker gewoon op. Nee. Raak mij niet aan. Nee, maar raak gewoon niet je spul aan. Waarom ben je bang? Kankerhomo. We kunnen toch veel beter gewoon aan normaal en leuk tegen elkaar doen? Man, leuk tegen jullie doen kan niet, man. Is heel erg, man. Net als je kind vermoorden, man. Naar jullie toe. Dat is wel een vergelijking die je nu maakt, ja, hè? Man. Grote vergelijking, man.